doe je hier voor werk? Papa doet die vloer, een meisje. Die vloer waar je aan het fietsen bent. Maar wat doe je eigenlijk? Wat ben je aan het bouwen? Hier? Ja. Dat is een groot appartement dat ze aan het bouwen zijn. Maar hoe loopt dat voor vloer? Dit? Ja. Glansbeton noemt het. Dat is een betonnen vloer, is dat. En kijk, daar, dat appartement, dat zijn ze daar aan het bouwen. Dat groot appartement. En hier, heeft papa met zijn mensen een grote vloer gemaakt terug voor hun dinges op te zetten, een appartement terug op te zetten. Dat zijn mensen die aan het kijken zijn gewoon. Die komen hier rond het kanaal wandelen, die mensen. Ja. Papa is de baas, hè, meisje, dat heb je ook al hier gezegd. Ja. Wow. Weet je nog eens, dat heb je nog eens ooit mogen doen op een vloer fietsen, hè? Ja, maar dan met mijn loopfietsje. Met je loopfietsje, toen was je nog wat kleiner. Ja, toen was ik nog maar 4 of 3 jaar. Ja, je bent al groot geworden, hè? Nu ben ik 5 jaar. Voilà. Die vlekken, dat is eigenlijk de vloer die aan het drogen is. Waar die donker is, het is een warme dag vandaag, hè? Waar het donker is, daar is die nog nat. Is die. En voor de rest is die aan het drogen, dat is niet vuil. Dat wist ik niet. Maar voor wat dienen die hekken? Welke hekken? Kom eens kijken waar. Wat bedoel je? Ah, dit hier. Dat is, daar gaan ze later gaan ze daar een muur op metsen. Metsen niet, eigenlijk op gieten. Dat is wachtwapening, noemt dat. Het is geen vel vandaag, hè? Ja, het is een mooie dag. En als je kijkt, die kranen die er staan, ziet je, hoeveel kranen ziet je daar hier? 3. 1, 2 3. En 3 met de zon, ja. Verre, daar is ooit ingezeten in zo'n kraan. Amai. Het is wel schoon wat die appartementen, hè, hier in Hasselt. Daar kun je niet meer uit. Ah, oh, daar kun je wel uit. Goed zo. Niet doorfietsen, dat is water, is dat. Dat is water wat uit de muur gelopen is. Dat is eigenlijk grondwater, is dat. Ja.